De Iris-school in Terneuzen heeft een wel heel bijzondere samenstelling van groep 1. 1/3 van de 18 leerlingen bestaat uit tweelingen. Robert, Justin, Louis en Alexander zaten al even in de klas van juf Saskia. En vanochtend voegde zich daar nog een derde tweeling bij. Dylan en Tigo, die op hun 4e verjaardag hun eerste echte schooldag hadden. De uiterlijke gelijkenissen zorgen soms voor verwarring bij de juf, die daarom de ouders heeft verzocht om elke tweeling dagelijks een verschillend paar schoenen aan te doen. Dat is nog niet altijd een garantie voor herkenning. Zeker niet als de tweelingen zelf de boel een beetje voor de gek houden. En wie ben jij? Dylan. En wie ben jij? Nee, dit is Dylan, maar dit is Dylan. Ze weten jullie het zelf niet meer? Of zitten jullie een beetje de boel een beetje voor de gek te houden? En ik ben al 2 jaar.